aan op de Matenesselaan. En van links, ja, daar kwam alweer een drugstoerist aan. Het was een Fransman, gestrand bij een drugspand. Maar wist hij wel, want het pand was aan de andere kant. Dus daar stond hij dan, zwaar gedesoriënteerd. En een gewone toerist, die was hem al lang gebeerd. Dus wij liepen verder, maar ja, hij kwam ons achterna. Hij zei wat in het Frans, voor mij bla bla bla. Ik zei, pardonnez-moi, je ne comprends pas. Que je suis all the motherfucking Pays-Bas. Maar goed, ik wist al wat hij wilde, niks wierie op bier. Nee, hij zocht gewoon vertier via een drugscourier. Nou goed, ik kende er geen eentje, maar mijn maat is een adres. Op de puntje, 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 straat op nummer 6. Dus we lopen even mee, want we hadden niks te doen. Plus geen poen, alleen voor gedraaide groen. Hup, met z'n drieën, over Rotterdamse wegen. Ergens halverwege kwamen we een meisje tegen. Waarschijnlijk Oost-Europa en zo breekbaar als een wokkel. Een duidelijk geval van een mensensmokkelmokkel. Ze zei, hey, ga mee met deze prostituee naar de wc. Ze wilde per se, maar ik zei nee. Die Fransman echter, die had er zin in. Dus hij loopt naar de pin, maar hij stond in de min. Maar goed, hij hoefde niet te pinnen, hij was hardcore to the bone. Hij trok zijn vlindermes en hij pakte het gewoon. Zwaar ongenuanceerd en er ontstond haat. Want de man die hij beroofde was verkoper van de straatkrant. En een junk, een rat was Danny de Muk. Hij gebruikte heroïne, cocaïne en skunk. En wat hij maar kon vinden, als het maar verdooft. Zo eentje die spoot en rookte en snoof. En zijn oog werd geel en een ontstoken keel. Geen eigen wil van gewenste deel. Slechts onderdeel van het klassenverschil. Die gast probeerde zelf te spacen op een Viagra-pil. Maar wel compleet los, die Fransman was de klos. De junk gaf hem een ros onder invloed van de sos. Frans Marginea had totaal geen verweer. En ondertussen ging die heroïne hoer tekeer tegen die verkoper, want haar klant was knock-out. Maar die gast verweerde zich en zei dat is zijn eigen fout. Keerde haar de rug toe, ging weer verder met zijn werk. Hij verkocht er nog een paar en ging weer naar de Pauluskerk. En ook dat gedrocht dat haar lichaam verkocht. Ze liet het verder maar gaan, omdat ze liever niet vocht. Dus daar stond ik dan met Daan, helemaal ontdaan. Met een gewonde Fransman op de Matenesselaan. Dus ja, wat doe je dan? Bel je ambulance of politie? Hier te midden van de drugs en de ammunitie. Want als je hier op straat met de platte petten praat, ontstaat er haat onder het mond van hoogverraad. Niet dat ik zo denk, maar ja, dat is toch hoe het gaat. Dus ik zeg tegen mijn maat dat ik het verder maar zo laat. En we pakten de tram naar de Bijenlandse Laan. We bouwden nog een groene en we staken hem aan. Tot daar. Matenesselaan. De Matenesselaan. De Matenesselaan. De Matenesselaan.